Nou, ik ben Rinka van Dommelen en ik ben afgelopen april begonnen als technisch trainee hier. En in een technisch traineeship doe ik 3 verschillende opdrachten in 2 jaar. En dan ben ik nu vanaf mijn 2e bezig. Want ik vind het zo cool dat je in Nederland heb je geen auto nodig. En vooral het spoor is, vind ik, voor mij heel erg sprekend met alle infrastructuur en alle wissels. En echt dat spoor wat er buiten ligt, daar wil ik heel graag aan meewerken. Apart is dat je steeds in een andere afdeling werkt. Dus je moet eerst altijd weer even je nieuwe collega's leren kennen en de hele afdeling leren kennen. Dus het idee is dat je de 3 opdrachten die je uitvoert eigenlijk in zoveel mogelijk verschillende onderdelen van het bedrijf doet. Om zo goed mogelijk ProRail te leren kennen en dan ook weer die informatie mee te kunnen nemen in je uitstroomfunctie. Dus mijn eerste opdracht heb ik uitgevoerd bij Asset Management. En daar heb ik meegewerkt aan de productontwikkeling van de nieuwe hoogsnelheidswissels. En ik heb mijn tweede opdracht gekozen om die bij vervoer- en dienstregeling te doen. En bij vervoer- en dienstregeling hou ik me bezig met de reizigersstromen. En dan als er werkzaamheden zijn om te kijken wat de impact op reizigers is als je een deel van het spoor buiten dienst neemt. Ik ben nu op weg naar de NS. De NS heeft de input geleverd, dus de formule die gebruikt moet worden. En ik ben aan het proberen om daarmee een automatisering te maken voor de reizigerszender. Je hebt de overstappen. En je hebt de wachttijd. En die 3 kun je voor het totale net zeg maar in zijn geheel genereren. En dan kun je het verschil bekijken. Dit is een buitendienstelling bij Rotterdam. Dus hier is nog maar de helft van het aantal sporen over. Dus de rode lijnen, daar zijn minder reizigers. En de groene lijnen zijn meer reizigers. Ik ben nu aan het kijken naar hoe je de reizigersstromen kan gaan automatiseren. Dus niet alles per reiziger individueel uitrekenen en optellen, maar om dit automatisch in dit simulatieprogramma te laten doen. Ik kom eigenlijk net van school af, maar toch wil iedereen eigenlijk wel graag horen van eigenlijk relatief een buitenstaander. Hoe kijk je er tegenaan en wat is jouw mening daarover? Ik denk dat het uitdagend is dat je naast dat je aan een opdracht werkt waar ik nu aan werk, dat ik ook activiteiten organiseer samen met de trainees. Dus dat is een leuke afwisseling. Ik hoop zelf aan de ene kant gewoon meer gewoon inzicht in hoe het spoor werkt. En mezelf ook verder te ontwikkelen door alle trainingen die we krijgen. Ja, het is het idee dat doordat je verschillende, op verschillende plekken in een bedrijf werkt en doordat je verschillende afdelingen leert kennen, dat je merkt van nou, dit past het beste bij mij, hier ben ik het beste en hier zou ik graag verder in willen werken.